bij de sportverkiezingen 2014. Twee nominaties bij de sportvrouwen. En we zijn hier bij de genomineerde Christel Kalf. En Christel Kalf werd in augustus 2014 Nederlands kampioen met haar paard First Class bij een competitie voor vierjarige springpaarden. En wij gaan natuurlijk in gesprek met Christel. Christel, proficiat met je nominatie voor de sportverkiezingen 2014. Was een bijzonder jaar voor jou. Ja, dank u wel. Het was een zeker bijzonder jaar. Dat is het eerste jaar dat dit paard op concours mocht. En dan gelijk kampioen worden bij de rubriek voor vierjarige springpaarden van de 170 deelnemers. Vind ik toch een prestatie op zich. Ja, dat is een hele bijzondere prestatie waar je trots op mag zijn. Hoe lang ben jij al actief in de paardensport? Vanaf mijn zevende jaar ging ik serieus naar ponyles. En ik ben nu 26, dus dat is al te lang bijna. Ja, dat is al heel wat jaren actief. Naast dit mooie kampioenschap, wat voor meer prijzen heb jij dan samen met jouw combinatie behaald? Ik ben in Geesteren, is ook een competitie voor jonge springpaarden. Ben ik tweede geworden, deden ook kleine 100 mee. En nu zijn we weer geplaatst voor de Gelderse kampioenschappen. De tweede genomineerde sportvrouw is ook een rijdster van de Heuvelrijders. Dressuur Amazone Caroline Vaassen. Zij werd met haar pony Woodstock onder andere Nederlands kampioen in de klasse Z1-D1. Maar dat is niet de enige overwinning. Caroline, wat waren nog meer hoogtepunten voor jou in 2014? Ik ben met Woodstock kringkampioen geworden in Z1, Gelders kampioen in Z1 en ook NRPS Nederlands kampioen en daarnaast ook Sibley kampioen. Met Highflying Orlando ben ik kringkampioen in het M2 geworden. Een vierde prijs op de Gelderse kampioenschappen en een zesde prijs op het NK en een vierde prijs op het NK. En met Kop Jansen Google ben ik ook Nederlands kampioen geworden. En met mijn paard Vosbury die is ook kringkampioen geworden. We zijn super trots. Dames die ook al als jong talent op ons podium stonden en hun belofte aan het inwilligen zijn. En nog een hele lange sportgeschiedenis voor zich hebben. Burgemeester, ik heb hier het envelop. U mag de naam eruit halen en bekendmaken. En dan is het moment daar gekomen. Enorm genoten trouwens sowieso van de filmpjes. Dressuur en springen allebei geweldig om te zien. En ik ben al vaak bij de Heuvelrijders geweest. Ik heb vaak veel mooie paardensport gezien. Maar ja, nu moet toch een keer bekendgemaakt worden wie sportvrouw van 2014 is. En dat is geworden Christel Kalf. Prijzen uitreiken die daarbij horen. Bloemen, ja, en de zoenen. Sportverkiezingen 2015. En bij de mannen, drie sporten zijn er natuurlijk vertegenwoordigd. Drie sporten die diep in onze gemeente geworteld zijn. We gaan natuurlijk zien de motorcoureur Arjan van Horen, die een hele mooie titel wist binnen te halen. De master sprinter Jan van der Stouwen. En natuurlijk ook genomineerd de zwemmer Erik Verholt uit Wezen. Gemeente Oldebroek en schaatsen hoort natuurlijk bij elkaar. Jan van der Stouwen, de master schaatssprinter uit Oosterwolde, genomineerd bij de sportverkiezingen 2014. Jan, het was voor jou wel een heel bijzonder jaar. Ja, het begon dit jaar heel erg goed met een overwinning op de 500 meter bij het Nederlands kampioenschap in Eindhoven. En daarna bij de wereldkampioenschappen op het podium kwam als derde bij de 500 meter. Dus het jaar begon fantastisch. Ja, als sprinter beperk jij je niet alleen tot Nederland. Je reist heel Europa, eigenlijk de hele wereld wel door. Want je hebt al diverse internationale wedstrijden ook deelgenomen. Ja, dat klopt. We hebben bij de Masters hebben we dus ook de wereldkampioenschappen sprint en allround. En daar komen we dus over de hele wereld, zoals in Stavanger, Noorwegen, Salt Lake City, Amerika, Canada, Calgary enzovoort enzovoort. Dus we komen op de mooiste en de snelste banen in de wereld, zo ook in Kazachstan en Rusland. Genomineerd voor de sportverkiezingen 2014, de man van het Noordeinde, de snelste man uit de gemeente Oldebroek, Arjan van Horen. Arjan, terugkijkend op 2014 is voor jou een topjaar geworden. Ja, beter kon niet. Het begon al fantastisch en het eindigde fantastisch. Ja, beter kon gewoon niet. Ja, we zagen ook in 2013 al dat het racen jou echt lag. Alles was er klaar voor. Ja, in 2013 dan ging het al een stuk beter. En 2014 hebben we een schepje bovenop gedaan en een beter team. Ja, toen ging het helemaal goed.
Ja, kijken we naar het begin van het seizoen. De leidende positie zat er nog niet direct in. Want je hebt het tot de laatste wedstrijd spannend weten te houden. Ja, het kampioenschap was echt tot aan de laatste ronde pas beslist. En we hadden 3 puntjes over aan het einde van het seizoen. Dus ja, dat was genoeg. Ja, als team, ook Niels heeft natuurlijk een mooie top 5 gereden. Jullie kijken terug op een geslaagd jaar? Ja, natuurlijk. Helemaal samen hebben we een mooi team. En gezellig. En de monteurs kunnen goed met elkaar overweg. Dus ja, we hebben gewoon een heel goed seizoen gehad. Bij de sportmannen 3 genomineerden. En daarbij hoorden we nu ook Erik Verholt, de sportman. Die al vaker op ons sportpodium stond. De zwemmer uit Wezep. Bracht in 2014 hele mooie resultaten mee terug naar Wezep. De hoogtepunten van vorig jaar waren uiteraard nationale masterkampioenschappen zwemmen. Op deze kampioenschappen heb ik 3 gouden medailles gehaald. Op de 50, 100 en de 200 meter schoolslag. En dat was voor mij toch echt wel het hoogtepunt van dit jaar. Ja, kom op, zwemmen. Allee. Ik train op dit moment 4 keer in de week in het zwembad. 1 keer landtraining en voor mezelf ook nog een beetje hardlopen en een stukje fitness erbij. Mijn favoriete slag blijft schoolslag. Mijn favoriete afstand, de 50 meter sprintafstand. Ik heb hem. Het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als hij hier echt live was vanavond, hè? Dus ik ga even spieken. En ik denk dat mij dat gaat lukken. Erik Verholt is de sportman 2014 in de gemeente Holbroek. En die kan het persoonlijk presteren. Sportverkiezing Holbroek, de wisselweek voor sportman. En als je die nou 3 keer wint, mag je dan nog houden? Geldt dat hier ook zo in Holbroek, jongens? Ja, je directeur zegt ja, dus dan gaat het goed komen. Dus nou, ja, jij hebt handen. Twee sportploegen zijn er genomineerd tijdens de sportverkiezingen 2014. De damesploeg van de voetbalvereniging VSJO en het verenigingsteam van de Heuvelruiters. Van op zaterdag 6 september 2014 werd door het tweede verenigingsteam van de Heuvelruiters een historische 2e plaats behaald op het Nederlands kampioenschap. In het onderdeel dressuur gingen Noah van Beek, Iris van Brugge en Rieke van Olst Anouk Wolters van start. Deze 4 combinaties wisten zo goed te rijden dat zij gemiddeld allemaal bijna 200 punten behaalden. Het springonderdeel werd voltooid door Marloes Bruins, Diane Blijenburg, brouwer Christel Kalf en Jackie Kalf. Ook deze dames wisten een superprestatie neer te zetten door slechts 4 strafpunten te behalen. Een historisch moment in de geschiedenis van de club, want nooit eerder werd er een top 3 notering behaald op het Nederlands kampioenschap voor verenigingsteams. En wij praten hierover met Christel Kalf. Hoe ziet zo'n dag eruit als jullie als team gaan rijden? Dit is apart. Dressuur is op een ander veld dan het springen. De dressuurruiters worden gewoon ingepland, een beetje in 4 verschillende ringen. Wel allemaal rond dezelfde tijd, dus we moeten wel tegelijkertijd rijden, maar in 4 verschillende ringen. En het springen begint gewoon tegelijkertijd met de dressuur en het gaat de hele dag door. En ieder in zijn eigen klasse. We zijn bij de voetbalvereniging VSO. De dames van VSO zijn genomineerd voor de sportverkiezingen 2014. En de dames zijn kampioen geworden van de 5e klasse, gepromoveerd naar de 4e klasse. En wij gaan in gesprek met Uslem van de Kubbe. Uslem, je bent al heel wat jaren actief bij VSO. Ja, dat klopt. Ik ben nu 12, 13 jaar actief bij VSO. Ja, dat betekent dat je ook meer sterren al behaald hebt. En hoeveel kampioenschappen al beleefd hebt bij de dames bij VSO? Ik heb nu 5 kampioenschappen behaald. Mijn eerste kampioenschap, ja, en eigenlijk zo opgebouwd. En afgelopen kampioenschap was een bijzonder kampioenschap. Zoals jullie net ook al hebben gezien, is de groep erg jong. En zijn er vorig seizoen 2, 3 dames overgebleven van het huidige dames 1. En is het nieuwe meisjes B1 doorgestroomd naar dames 1. Dus we zijn met een jonge club kampioen geworden. Op balbezit, dat is goed zo. En groot maken. Ja, jij probeert dus als senior het voetbalgedrag over te brengen aan de nieuwe talenten. Hoe ver heeft jullie dat op dit moment in de huidige competitie gebracht? In de huidige competitie staan we er ook goed voor. Wij staan nu op een middenmoot, 5e, 6e positie. Aantal laatste wedstrijden helaas gelijk gespeeld, waardoor we toch wel onnodig wat puntverlies hebben veroorzaakt. Wat eigenlijk niet nodig is, maar op zich doen we het prima. Van de 14 teams staan we 5e, 6e. Meneer Van Gulik, ik geef u graag de envelop. En u mag bekendmaken wie de sportploeg 2014 is geworden. Het team Heuvelruiters. Yes!
Kampioen 2014, de Heuvelruiters. De bloemen erbij. We staan hier op vrijdagavond 30 januari, sportverkiezingen 2014. Christel, provinciaal met de titel sportvrouw, maar het is een dubbelslag, maar ook het team van de Heuvelruiters. Dus ja, twee prijzen in één. Ja, nou, hartstikke bedankt. Ik ben ook zeer verrast. Ik had het echt niet verwacht. Tuurlijk, we hebben met het team een goede prestatie geleverd. Maar ja, de voetbaldames hebben het ook goed gedaan. En net als de Carlijn heeft ook heel veel gewonnen dit jaar. En ja, het kwam toch wel als een verrassing. Ja, de paardensport leeft binnen onze gemeente. We zagen aan het begin vanavond ook heel veel jonge talenten op ons podium. De Heuvelruiters presteert als vereniging in de breedte goed, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Onze vereniging groeit ook erg de laatste jaren. Onze accommodatie is de laatste jaren ook helemaal vernieuwd. Nieuwe bodems erin. Grote onderhoudsbeurt gedaan. En ja, je ziet het gewoon terug in de leden. Ja, we zien vanavond op het podium het team om je heen. Het team waar je mee gepresteerd hebt. Voor jou een dubbelslag. Wat staat er het komend jaar op het programma? Ga je met het team nog naar wedstrijden toe? Of ga je individueel heel veel wedstrijden rijden? Ik zal ook zeker weer aan de start verschijnen in het team als ik gekozen word. Er zijn twee wedstrijden ieder jaar. De Gelderse kampioenschappen, daar moet je weten te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen. En dat is het voor het team eigenlijk. Oké, we gaan het volgen. Dank in ieder geval dat je ons even te woord zou staan. Een provincie had met deze twee mooie prijzen op dit gemeentelijk sportpodium. En wij hopen dat we ook in 2015 weer kunnen genieten van de Heuvelruiters en ook van jou als Amazone. Dank u wel en we gaan ons best doen.